Hoi schatjes. Nou, ik ga even de stad in. Ik ga mijn wenkbrauw laten verven omdat ik binnenkort dus een huwelijk heb. Mijn nagels laten lakken, pedicure. Als ik nog tijd heb, wil ik dus nog kijken voor schoenen. Ik heb dus een jurk gevonden. Deze. En ik heb leuke schoenen. Maar ik twijfel of ik dat wil. Dus deze had ik nog van de vorige keer. Deze had ik al. Nou, we gaan het zien. Sowieso de nagellakkleur wordt moeilijk, want ik moet dan wel eigenlijk zeker weten dat het deze jurk wordt. Heel blij mee. Deze kleur ben ik heel blij. Nu mijn handen nog doen in een iets lichtere blauw. Dus het kan bij die nieuwe jurk, want het wordt dus 30 graden op de dag natuurlijk. En dat pakje is gewoon te warm, vrees ik. Maar ik wil dat het eigenlijk bij het pakje past en bij de jurk voor de zekerheid. Nou, mijn handen zijn ook gedaan. Heel blij mee. Ik moet even naar Skims, want mijn parfum van de Labo doet het niet meer. Dus er zit nog heel veel in, maar het pompje werkt niet. En ik mis hem in mijn collectie, dus ik ga even kijken of ze het kunnen maken. Kijk, dit restje kan ik er dus nog ingieten. En ik ga het dus nu overgieten in een flacon. Hilarisch. Gewoon exact hetzelfde als die van Parfumado. Die verkopen ze dus voor 7,50. Maar deze kun je dus openen en het erin gieten. En dan gaan ze me bij Skins nu bij helpen. Want ze hebben een tang waarmee ze het open kunnen maken. Oké, nou alles gaat goed. Deze heb ik eigenlijk op het hoog. Hier kan je echt helemaal failliet gaan. Heerlijk allemaal. Ik zal het thuis nog wel even laten zien, maar het is dus opengegoten. Suus! Hey, hoe is het met jou? Ja. Elke keer dat ik hier langs loop, wil ik kijken van ben je er, maar je bent er ook bijna door. Of ik kom net op de verkeerde moment. Oh. Hier ergens is de Soap Treatment Shop, heet het volgens mij. Ik ga mijn wenkbrauwen doen, die worden altijd eerst heel donker. Maar ik heb nog tijd voor koffie, dus ik ga even een koffietje halen en dan ga ik die kant op. Thank you. Het is een matcha geworden, jongens. Ik had hier helemaal zin in. Ik kom dit ook bijna nooit tegen dat je dit lekker kan kopen. Heerlijk. Vlog is toch gênant, maar everything. Kijk, hier is de Wanky, de Wankers. Nee, Wanky Place. Helemaal vol. Jongens, ze heeft het gewoon zo perfect gedaan. Want zij heeft eigenlijk dezelfde haarkleur als ik. Dus zij weet dat dit peperzout is en dat het dus bruin, middenbruin met een puntje grijs. Waardoor het dus assig bruin is en niet warm. Maar je ziet hoe vol het is, hoe recht het is. Heel blij mee. Ik ging de hele tijd naar verschillende wenkbrauwsalons, maar dit is eigenlijk toch gewoon top. En ze heet Mirjam, dus dan kan ik mooi de volgende keer vragen naar haar. Want dit is gewoon precies hoe het is. Even kijken voor schoenen. Waar ik goed op kan lopen, die leuk zijn bij het bloemenjurkje bij de Zara. Deze jas vind ik ook geweldig. Echt een droomjas. Zo'n bomber helemaal volwassen. Dat is een L. En dit is, het is vergelijkbaar, maar dan recht genomen. Deze zijn leuk. Maar net die hakken, maar het is een oneffen ondergrond dat huwelijk. Dus ik weet niet of ik hiermee wegkom. Zulke geveldige jas is dan helemaal neopreen. Dit soort van oil wash erop. Zo wat. Ik was
nog even bij de bijenkorf, maar nee. Het wordt er niet, jongens. Ik ga het doen met de schoenen die ik heb. Ik zal ze thuis even laten zien natuurlijk. Maar ze hadden hier niks wat echt goed loopt op een oneffen ondergrond en wat goed staat bij de jurk. En ik heb dus leuke open schoentjes met hak, met gouden kettingen erop. En dan daarna switch ik voor het feestje gewoon naar die platforms met die strikken. Eigenlijk echt. Ik was dus net in de bijenkorf. Echt een slopende energie daar. Dus ik ben een hele goed pad geweest. Ik heb ook echt nuttige dingen gedaan die ik echt wilde doen. Maar dat geshop in die stad, in de Zara en in de bijenkorf. Nee. Sowieso hoe je daar moet komen met de fiets. Ik sta nu in een fietskelder. Moet je inchecken, uitchecken. Ik vind het heel vermoeiend. Doei! Ik ben even een haringje aan het eten. Maar ik denk dat ik ook voor eentje cranky was net omdat ik honger had. En hier zit een zalmslaatje. En ik moet nog naar de drogist. Ik weet niet of dit een hele vermoeiende dag is voor jullie, maar ik film het nog even. Dit had ik nodig. Ja, dit vind ik zo pricey, maar dit werkt wel echt. Ik heb ook weer zo'n handschoen erbij. Oké. Zo, ik ben thuis. Kijk, mijn broodjes. Heb je het nou goed gezien? Bij de, hoe heet dat, etels moest ik uiteindelijk gewoon poeder, volumepoeder voor mijn haar, Cara, eyeliner, self-tan. Hebben, maar dat zag je ook nog op beeld. Ik ga nu even chillen. Een liter water drinken en chillen. Oh, mijn haar omhoog doen, het is bloedheet. Het is gewoon 30 graden. Ik ga donderdag naar René om 12 uur. Dan gaat ze mijn haar krullen. En dan zit het waarschijnlijk dus die vrijdag dat het huwelijk is nog heel mooi. Met een beetje zo'n slag. Een lekker zalmslaatje. Oh, heerlijk. Dat slaat je lekker op deze geroosterde, raar uitziende boterham doen. Zo zaten ze in de zak, sorry. Dan wordt het dus dit hoedje, maar met los haar. En dit is dus de jurk. Ik vind deze wel heel geschikt voor, dit feestje. En deze jurk zit dus luchtiger. Dat dit los zit. Dit zit zeg maar niet strak. Wordt dit. Maar de nagels staan in ieder geval heel leuk. Ja, of als dit dus niet meer gaat. Deze. Die vind ik eigenlijk leuker. Maar net iets minder wedding waardig misschien. Kijk, deze staan gewoon heel leuk bij de jurk. Dit is echt dezelfde stijl. Misschien doe ik deze gewoon meteen aan. Ik vind dit wel heel leuk. Nou, ik neem ze gewoon allebei mee. Jongens, ik ben helemaal in paniek. Ik loop nu gewoon alles wat ik heb aan te trekken. Ik vind dit ook heel mooi. Dit is een sneak peek vanuit de estate sale. Dit heb ik nog niet behandeld, zeg maar. Maar denk ik opeens, ja, ik wil gewoon een vintage jurk aan. Dus ik vind dit opeens heel mooi. Misschien met een ander jurkje eronder nog, wat ik nog morgen kan regelen. Dit is op zich wel mooi. Ja, dit is zo mooi gemaakt. En ik had net mijn blauwe alweer aan. Ik zal een videootje invoegen dat ik naar mijn moeder stuurde. Voor wat vind je hiervan, wat vind je hiervan. Nog eentje. Ik zou ook een stukje invoegen van deze jurk. Maar ik ben bang dat hij een beetje te veel wit trouwachtig is voor een huwelijk. Ik heb dit kind. Want kijk, dit is voor je jurk. Ja. Ik denk toch met deze riem en met deze schoenen. Raarste ooit gedaan. Ik heb namelijk eergisteren mijn haar gewassen. Dus vandaag zit het dan op zijn mooist. En ik heb net weer mijn haar gewassen. Want ik moet met schoon droog haar naar René. Want zij gaat mijn haar stylen. Dus ik wil graag krullen. Want ik doe dus een haarbandje in op het huwelijk van mijn broertje. En dan vind ik het mooi als dat haar daarachter helemaal zo schwoen heeft. Dus ik ga even lekker naar René. Ik ben al aan het inpakken. Ik moet nog één dingetje kopen bij de Zeeman. Ik wil namelijk toch die rode jas aan. Maar er moet dan een huidskleurig onderjurkje onder. Wat niet te lang is. Dus ik ga kijken of ze dat hebben. En dan Richie komt nu terug uit Londen. Die was daar een paar dagen voor zijn werk. Die haalt Sydney dan op tijd op. En dan rijden we naar een Airbnb daar in de buurt. En dan is morgen het feest. Ja. Richie is terug. Oh, it's good to be back. It's the longest I've been away from you guys. Yeah. We've never been separated. We just moved in straight after we've met. En we gaan nooit zonder elkaar ergens naartoe.
Hey, we actually technically moved in together after you got pregnant. Yeah, yeah, about a place not funny. They don't need to know that. They already, yeah. They knew they were there. Yeah. Ik ga naar een eetje. Doei. Ik ga even snel bij de Zeeman kijken voor het onderjurkje en dan ga ik naar een René. Nou, het is gelukt bij de Hema, een BH en een jurkje. Hey, daar is mijn schatje. Oh. Ben je er klaar voor? Ja, ik heb er zin in. Ja? Ja. Dit hebben wij nog nooit gedaan. Jawel, voor je trouwerij. Och ja, maar zo wild gaan we nu niet. We gaan niet soeperen. Oh, dat was wel een droomdag hoor. Vooral de dag daarna. Ja, de dag daarna. Stella, lieve snoetekop. We gaan een stylingje doen. Wat morgen, als ik het uitkamp, gewoon nog lekker zit, toch? Ja. Doe je dat wel eens of is het gewoon een heel gek idee? Nee. Kan gewoon toch? Kan gewoon. De dag ervoor. Ja. Ja. Want hoe, wat, waar ga je dan op letten? Want morgen is de trouwerij, ja, toch? Ja, om 1 uur. Dus ja, dan denk ik dat het best is als we gewoon een look doen met iets van een slag of iets dergelijks. Ja. En dan iets te overdreven. Ja. En dan morgen zit hij. Ik zat even in mijn hoofd in de term harde krullen. Ja. Je gaat hier weg met de harde krullen. Ja, en morgen zitten ze dan soft, ja, doordat ik dan het al uit kan. Even borstelen. Ja, ik heb een haarbandje. Dus omdat het bloedheet is, dat dit zweterig met die pony down. Heb je een stoffenband? Nee, ik ga het je nu laten zien. We hoeven dus niet bang te zijn voor een verlept ponytje, want die kunnen we dus naar achter duwen met de haarband. Zo'n soort dingetjes. Oh, ja. Maar dan anders, dit is die van mijn moeder. Ik ga even een foto zoeken waar ik hem in heb. Oh ja, ik heb hem hierin. Dan zie je ook meteen mijn outfit. Oh, leuk. Oh, leuk. Kijk. Oh ja, ja. Een haarband met een soort van ding erop. Ja. Dus eigenlijk is het vooral lekker als dit haar hierachter gewoon lekker valt, krult en groot. Ja, volume. Ja. Ja. Je hoort haar op de achtergrond. Zie je. Oh, je zou trots op te zijn. Iedereen zou, René zou trots op te zijn. We zijn begonnen. Ja, ik snap het, maar ik snapte het niet. Maar toen dacht ik, weet je wat ze deed? Ze was zo cute. Ze zei zo, ik ga even schaar pakken. Want ze kan schaar niet zeggen. En nu probeer ik haar voor te doen hoe dat moet. Dus ik zei, waarom? Nee, klein beetje knippen. Klein beetje knippen, Barbie. Gewoon ook rustig zo, nee. Maar ik zo, oh. Dus ik kom naar de kamer, heeft ze een kruk gepakt om bij die schaar te komen, wat een kinderschaar is. En vervolgens zegt ze, nee, mama er niet bij. Dus ze wilde in alle privacy gewoon het haar gaan knippen. Ze wil gewoon echt even een private atelierbehandeling voor de Barbie. Nou, dan komt ze bij een keer lekker bij mij. Ja, maar ze zit, sinds ik hier ben geweest, elke dag, ik ook haar knippen. Zij wil hier naartoe. Ja, dan komt ze toch een keer. Ja, gaat ook dat toch enig. Zie heel veel complimenten krijg over mijn haar. Ja, heel goed. Ja. Maar ook dat ze zeggen, niet meer achter je oren doen. Zo streng, maar ik doe het ook echt niet hoor. Elke keer als ik naar buiten ga, pak ik even de steltang, trek ik even dit gewoon goed naar voren. Ja. En dan ga ik gewoon weer helemaal gesteld en zo naar buiten. Voor. Ben je nou aan het twerken voor de camera? Nee, ik doe het voor. Ik zie jou zo. Even met de billen erachter. Nee, even ervoor. Shot. En dan zometeen na. Wat gaan we doen? Ja, het wordt eigenlijk een beetje een tuttige look. Maar ik denk doordat je outfit dus niet tuttig is, dat dus heel goed gaat werken. Ook met het diadeem en dan het detail erop. En dan gaan we dus een hele klassieke slag maken. Waardoor het dus haar een beetje truttig wordt. Ja, en het en dan in combinatie met de jurk wordt het dus dan eigenlijk wel weer fashion. Ja, ja. En dresscode is summer chic. Dus we mogen echt wel uitpakken. All out crazy. Ja. Maar ik denk dat mensen nu gaan vragen of ik zwanger ben. Omdat ik deze losse jurk aan heb. Kijk, vooral je tepels. Ja, je kan geen BH omdat. Nee, maar jij hoeft ook geen BH met zulke... Wil je dat al op de vlog zeggen of nog niet? Ja. Nou, René gaat een
nieuwe move maken. Want ze heeft hier een paar jaar gezeten. 2,5 jaar. Ja, en het was heel erg lekker. Maar je hebt nu weer helemaal mooie nieuwe plannen. En ik ga dus naar een tijdelijke locatie. Die ook heel mooi is. In Amsterdam. En ondertussen ga ik op zoek naar een nieuwe pand. Om echt uit te gaan breiden ook. Ja. Maar ook wel heel spannend hoor. Ja, is de tijdelijke ruimte ook in West? Nee, het is in Oost. Oh ja, want dit komt pas over 2,5 weken online, hè? Dus dan is het al bekend. Ja, dan is het al bekend. In Oost, oké. Nou, ja. Dan gaan we even fietsen. Ja, in de buurt van de Saar-Beterstraat. Oh, heerlijk buurtje. Zij kennen mij ook natuurlijk, hè. Dat is wel het grappige. Kijk, die vrienden kunnen denken, wat is het voor arrogantje. Maar is het voor haar, wijf? Ja, maar is toch leuk? Ik zei, dat is die gekke kringloopzus. Ik ben net de speech die ik voor mijn broertje heb geschreven geoefend over René. Maar jij moest wel echt lachen over het begin, toch? Ja. Dat kan toch niet fout gaan? Eerst zag ik, dit gaat ze niet echt doen. Oh, dit doet ze wel. Is heel naughty bedacht. Ja. Dit had ik dus nooit zelf kunnen bereiken. En die gaat vanavond eerst naar de kermis, toch? Nou, ik vind het mooi. Kan ik zo over straat hier wel, toch? Ja, joh. En dan borstel ik het uit. De ochtend. Ja, kan. Ja, ook kan. Heb je een grove kan? Nee. Moet je die mee hebben? Ja. Ik geef je deze mee. Oh, die is top. Ja. En dan begin je bij de punt. En dan kam je het zo naar boven uit. En je kan daarmee blijven kammen. Het is niet zo dat hoe vaker jij kamt, dat je het uitkamt. Nee? Nee. Dus je kan het blijven kammen. En dan kan je nog bovenkant een beetje toeperen, ja, zelfs. Dan pak, want het haarbandje komt ongeveer tot hier. En dan, ja, pak ik hem daarachter. Ja, dus dan pak je gewoon met je vingers en dan toeper je een beetje. Ja. En dan kam je er zachtjes zo overheen. Zet je haarband erin. En dan heb je gewoon echt wavy haar. Schat, ik zie dit helemaal gebeuren hoor. Oh, wat lekker dit, hè? Ja, ik vind het dus lekker dat het zo... Nu heb je een soort van Medusa kleuren. Ja, het is zo lekker luchtig. Ja, bij ons. Laat ik hier naar beneden een netje kopen bij de kruidvat? Bij de kruidvat. Pak ik hem zo. Ja, je doe ik hem van, zo. In, hang ik op zijn kop, hang ik hem en erin. En dan duw je hem zo, knoop je hem dicht, niks. Okay. Dat is een tip voor thuis. Ja. Als je krullen hebt en je wil de dag erna, ook als je dus van nature krullen hebt, ja, en ze raken snel een beetje pluizig, omdat je kussens lopen van katoen is of zo, doe je dus zo'n doekje om je haar. Dus je doet eigenlijk je krul terug op zijn plekje duwen. Ja. Haal je die doek eromheen. Kan ook een satijnen sjaaltje zijn. Ja. Als je die thuis hebt, kan je dat ook. Zijde heb ik. Of ja, zijde is ook dat, goed. Dat, satijn dat of zijde. Niet. Ja. En dan knoop je erin. Dus je moet wel zorgen dat die punt achter dan ook knoopt. Ja. Dus dat het echt een mutsje wordt. Ja, ik sla hem dubbel dat het dus een driehoek wordt. En dan de punt zo. En dan pak ik die knoop die er ook aan vast. En dan strak in de nek. En dit gewoon een beetje zo eromheen. Ja, en dan gaat dat haar niet schuren. Dus dan blijft het beste. Geweldig, schat. Wat ben je te goed? Als ik anders op zit. Dit is na. Ik voel me heel verzorgd. Roy Donner zou mij wel nu leuk vinden, denk ik. Ja, nu nog zo'n trainingspak van hem aan. Oh, heerlijk. Ja, ik ga van onder naar boven. Ja. Alsjeblieft. En we hebben weer bijgekletst. Ja. Nou, gaan we binnenkort wel even borrelen. Ja, laten we dat even doen als jij terug bent. Ja. Met harde krullen op de fiets. Morgen is lekker uitkomen.